is Toribio, een dorp in het zuidwesten van Colombia, waar al jarenlang gevechten zijn tussen de guerrilla, het leger en de politie. Boven op de heuvel staat de school van Claribel en haar vriendinnen. De school is een veilige plek. Alle gewapende groepen hebben afgesproken dat ze deze niet aanvallen. De kinderen leren er veel over hun Indiaanse cultuur. Claribel beschildert vandaag samen met 11 klasgenoten de muur van haar klaslokaal. Jafet wacht hem op. Hij is kunstschilder. Eerst bedenken ze wat er op de muur moet komen. Moet het gaan over de oorlog? Herinneringen hebben de meisjes genoeg. Bijvoorbeeld aan de zomer van 2011. In zo'n soort bus, maar dan leeg, legde de guerrilla een bom. Het was marktdag. Ze duwden de bus over dit weggetje naar beneden. De bus reed recht op het politiebureau af en ontplofte en er vielen 3 doden en wel 130 gewonden. Huizen werden vernietigd. Nu patrouilleren er steeds soldaten bij de markt en bij de speeltuin. Maar de meisjes willen niet schilderen over bombardementen, ontvoeringen, bedreigingen. Dat is te pijnlijk. Ze tekenen liever dingen die met vrede te maken hebben. Zoals Mama Kiwe, dat betekent moeder aarde. Rivieren met vis, groene heuvels, bomen vol vruchten, de regenboog en dingen uit de cultuur van de Nazi-Indianen. Karel wil haar tekeningen graag op de muur zien, maar de anderen hebben ook mooie ontwerpen. Jafet helpt de meiden kiezen. Gladys tekent de lijnen van een vredesduif. Claribel kleurt hem wit. Johanna verft de vakjes van een tasje. Allemaal doen ze een stukje klederdracht. Ze schilderen de onderlinge eenheid. Wie tijd over heeft, maakt nog een bloem. Moeder Aarde glimlacht. Dit is vrede. Pas als nergens meer een centimetertje saaie muur te bekennen is, dan zijn ze klaar. Peace! Voor meer filmpjes, ga naar www.zamzam.net.